Hi, hallo. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Potverdorie. Uh, mijn naam is Kevin, Kevin Dooms. Misschien ken je me, misschien ben je hier uh, per toeval gekomen. Um, in ieder geval, leuk dat je deze podcast hebt aangeklikt, dat je luistert. Het is mijn eerste, dus uh, bear with me. En uh, ik ben eigenlijk gewoon een beetje aan het kijken of dit iets voor mij is en of mensen het uh, ja, prettig vinden om naar me te luisteren. Uh, ik heb heel lang YouTube-video's gemaakt. Dan kijk je ook naar iets. En uh, ja, dit is toch alleen luisteren. Dat lijkt me een hele andere beleving. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Wat gaan we doen bij uh, Potverdorie? Um, ik heb op Twitter en op Instagram mensen gevraagd om hun grootste irritaties met mij te delen. Ik ben van plan om deze podcast, mocht het uh, een succes zijn, met meerdere mensen op te nemen. Uh, vandaag ben ik alleen. Um, maar het lijkt me leuk om uh, te kunnen discussiëren en uh, te babbelen met andere mensen hierover. Maar voor nu doe ik het um, met de suggesties die ik uh, op social media heb binnengekregen. En er zijn een heleboel dingen op uh, teruggekomen. En het leek me leuk om gewoon iedere podcast een bepaald onderwerp te pakken. Of een bepaalde locatie waar mensen in het algemeen irritatie ondervinden. Uh, en er kwamen echt. Best wel wat reacties binnen over één specifieke locatie, dus daar gaan we het vandaag eens over hebben. Een locatie waar ook ik regelmatig tegen wat irritaties oploop. Dus laten we deze pot vol met verdorie maar eens open trekken voor vandaag. We gaan naar een plek waar het altijd heel druk is. En dat is al één ingrediënt om uh, irritaties te veroorzaken bij veel mensen. Um, het is een plek waar uh, je vaak een karretje hebt, waar één wieltje zo of irritant van blijft ronddraaien en niet meebeweegt met de andere drie wielen. Zo'n plek waar je erachter komt dat je een zelfscan wil gebruiken, maar dat je je bonuskaart vergeten bent. Een plek waar wanneer jij binnenloopt, de mandjes net op zijn of het product dat jij wil hebben net is uitverkocht. Ja, dames en heren, ik zet het geluid even aan. We zijn in de supermarkt en ik heb dus al jullie suggesties en opmerkingen verzameld en ik ga eigenlijk een soort van tripje door de supermarkt met jullie nabootsen. Um, met al die irritaties tegelijk, bij elkaar. Dus dit wordt echt het meest frustrerende bezoekje aan de supermarkt ever. Alvast sorry. En een bezoek aan de supermarkt, dat begint natuurlijk al op de parking. En uh, op de parking moet je maar hopen dat er een plekje vrij is. En dat moet op zich altijd nog wel lukken. Want meestal hebben supermarkten meer parkeerruimte dan dat er nodig is. Maar je hebt wel eens van die zaterdagmiddagen of. Zondagen vlak voor sluitingstijd, dat het gewoon best wel druk kan zijn. Maar goed, je hebt je plekje en uh, nou moet je nog hopen dat het dicht bij de deur is. Want uh, ja, je stapt je auto uit en ja, regen, weet je wel. Je, je hebt helemaal geen zin om nat in de winkel te moeten rondlopen. Dus moet je dat vervelende sprintje trekken naar de supermarkt. Maar goed, je bent binnen. Dat is fijn. En uh, dan kom je daar bij die wand met die prachtige zelfscanners. En dan begint eigenlijk al dat spelletje, ik weet niet of ik de enige ben die dit doet, maar als je voor zo'n wand staat en je kiest dat je wil zelf scannen, dan um, druk je op dat knopje en dan doe je alsof, uh, alsof het een soort gokkast is, dan ga je raden welk zelfscanners je gaat oplichten. En als het de goede is, dan heb je gewonnen. Zo niet, dan uh, moet je dat spelletje maar eens doen. Je wint eigenlijk nooit. Het is altijd een andere scanner dan dat jij in je hoofd hebt. Bij mij bijvoorbeeld is het altijd eentje die heel laag zit. Ik ben 1,93 meter, 93, dus ik moet altijd bukken. En dan kijk je naar de andere kant, want daar staan die mandjes. En uh, dan wil je niet zo'n mandje, nogmaals, ik ben 1,93 meter, zo'n mandje die je achter je aan moet slepen. Want dat hengsel is zeg maar altijd te kort, waardoor je een soort van half achterover leunt of dat karretje de hele tijd tegen je enkels blijft aanrijden. Dus je wil gewoon een normaal mandje om te dragen. Nou, hè, wat een opluchting, jongens. Er is ook een mandje. Dus we zijn geparkeerd door de regen. We hebben onze zelfscanner, we hebben ons mandje en we gaan de winkel in. En dan loop je door die klaphekjes en dan word je gelijk aangesproken door een medewerker, medewerkster: Van uh, meneer, weet u wel dat wij over vijf minuten gaan sluiten? Je bent namelijk vlak voor sluitingstijd binnengekomen. Dat is iets wat mij regelmatig gebeurt. Ik werk bijvoorbeeld tot half zeven, zeven uur. Dan moet ik een uur naar huis reizen. Dan kom je rond sluitingstijd bij de supermarkt. Dus ja, ik ben me ervan bewust dat ik om tien voor acht of vijf voor acht de winkel in ben gelopen. Ja. Goed, we mogen verder. En zo goed als in elke supermarkt begin je bij het brood, de groente, fruit, uh, hoe de winkel dan ook maar ingedeeld is. En um, je zal altijd merken dat er. Het hoeven niet eens medewerkers te zijn, maar er lopen altijd mensen in de weg. Bijvoorbeeld van die mensen die uh, de zakken groente aan het bijvullen zijn, die precies bij die. Koelingdeur staan waar jij ook iets wil pakken. Of klanten die zeg maar voor zo'n deur uh, met uh, de salades nog eens even moeten overdenken welke ze ook alweer lekker vonden of mee naar huis wilden nemen. Dus mensen staan dan niet op een afstandje te bedenken welke wil ik, maar die gaan recht voor zo'n raam staan om te besluiten wat ze willen. Nou, uiteindelijk mag jij dan ook erbij en lopen de mensen door en dan doe je dus zo'n koeling uh, open of weet ik veel waar je ook maar voor staat. En dan kom je tot de conclusie dat het product waar jij wel al over had nagedacht dat je die wilde gaan pakken, dat die gewoon op is. En vervolgens ben jij zo'n persoon die voor zo'n schap staat te kiezen wat je nu gaat nemen, want het product dat je wilde was er niet. Dus nu moet je wat anders nemen, maar daar was je niet op voorbereid. Dus sta je daar te kiezen terwijl degene achter je denkt. Ah. Wat een irritant persoon die zo in de weg gaat staan. En dat is de cirkel van het leven in de supermarkt. We lopen verder. In plaats van die open ruimtes bij het brood en de groente, gaan we ons begeven in een gangpad. En het gangpad werd door veel van jullie uh, genoemd. En uh, wel om de reden dat er mensen zijn die elkaar tegenkomen in het gangpad. Kennissen die elkaar tegenkomen. En die besluiten om een karretje naast elkaar te zetten. En daar een gesprek te voeren met elkaar. Om op die manier te zorgen dat jij er niet meer langs kan. En dan heb je de keuze. Of je moet je er tussendoor gaan wringen. Of je moet sociaal gaan doen. Dat je moet gaan zeggen. Sorry dat ik uw gesprek onderbreek. Maar zou ik er even langs mogen? Of je moet dus terug. Heel dat gangpad door. En dan moet je een gangpad ernaast gaan nemen. Om om te kunnen lopen. Geen van de opties is een pretje. Maar in plaats van dat mensen zich begeven naar die koffieautomaat met die tafel die in iedere supermarkt staat, waar eigenlijk alleen maar een zwerver zit of, uh, of een bejaarde die zeg maar de supermarkt in twee etappes moet doen en even een drinkpauze moet nemen, besluiten mensen toch altijd gewoon midden in het gangpad te blijven staan. Maar goed, je bent er langs, hè? Probleem opgelost. Dan kom je bij het schap waar je moet zijn, en dan uh, zie je je volgende irritatie dat uh, je bijvoorbeeld uh, een pak koekjes wil halen en dat je midden in het uh, rek met koekjes staat te kijken naar uh, een schoonmaakmiddel en dat is dus een typisch geval van mensen die aan het begin van hun winkelsessie dachten oh ja dat heb ik nodig en onderweg dachten nee heb ik eigenlijk helemaal niet zo nodig en vervolgens dat product dus gewoon neerpleuren waar ze op dat moment staan en dan kreeg je dus van die dingen dat je kattenvoer vindt bij je schoonmaakmiddelen. En schoonmaakmiddelen vindt bij je koekjes. En koekjes vindt tussen toiletpapier. En toiletpapier vindt bij de magazines. En dat kan dan op zich wel weer, want hè, magazines op het toilet, mensen lezen vaak. En... Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, niet jouw zorg. Dat is gewoon heel vervelend voor vakkenvullers. Die dan weer zo'n heel gangpad moeten gaan opzoeken. En de halve winkel door moeten om iets terug te leggen. Maar jij hebt je boodschappen, dat is fijn. Maar ja, dat ene product dat jij wil, die, die is er niet. Dus je gaat uh, naar zo'n medewerker, naar zo'n uh, 14-, 15-jarig uh, jongetje of meisje. En dan zeg je: Hebben uh, jullie dit misschien nog uh, achterliggen? En ik ben zelf vakkenvuller geweest. En dit is dat wat er dan gebeurt. Hè? Want uh, op zo'n dag is zo'n vakkenvuller al drie keer naar achteren gelopen. omdat dat product er niet is. Maar als zo'n vakkenvuller zegt: Nee, dat is er niet. zonder dat hij naar achter is gelopen, dan heb jij als klant het idee: Ja, maar je hebt helemaal niet gekeken. Dus wat vakkenvullers doen, die lopen dan naar achter, maar die zijn die dag al drie keer gelopen. Dus wat ze gaan doen, is naar daar lopen, om vervolgens gewoon um, even een minuut uit hun neus te eten. En te kletsen met collega's, een uh, zak snoep die door iemand anders opengesneden is, en niet meer gebruikt of verkocht kan worden. Die wordt dan lekker in het magazijn gezet, zodat mensen lekker kunnen snoepen. En dan gaan ze daar een beetje om me heen kijken. Op een uh, telefoon heb ik nog uh, wat zapjes gehad, heb ik nog... Uh, Boeiende dingen op Facebook, Instagram, Twitter. Daar kijken ze dan eens 30 seconden naar en dan denken ze, ja, nu kan ik wel terug. En dan lopen ze terug. Dan hebben ze dus gewoon niet gekeken en dan zeggen ze tegen jou, ah nee, sorry, ik heb gekeken, maar het ligt er niet. Ach, helaas. Nou, je hebt je boodschappen en uh, we gaan naar de kassa. En tegenwoordig heb je een kassa voor alles. Hè? Je hebt een, een praatkassa. Dat is uh, een kassa waar, uh, als je een niet zo'n sociaal leven hebt, dan kun je dus uh, met de kassière praten. Maar je hebt ook al cash- en pinkassa's. Pinkassa's die speciaal voor mensen zijn die gewoon even snel hun pas er langs willen halen en snel door. En, en niet met kleingeld willen sukkelen en uh, gewoon haast hebben. En dan heb je altijd mensen die dat niet gezien hebben en die staan daar met hun cash bij de pinkassa. Dan hebben ze al hun producten al op de band gelegd. En dan kom je erachter dat het een pinkassa is. Dan heb je eerst even een minuutje lang die discussie van, kan ik dan niet gewoon uh, met cash betalen? Uh, sorry, ik had het niet gezien. Nou, dat, dat kan dan echt niet, want er ligt daar geen wisselgeld en dat is gewoon super irritant. Maar dat betekent dus dat iemand alles weer in zijn mandje of karretje moet laden om naar een andere kassa te gaan. De cashkassa. En als je dan eenmaal bij zo'n cashkassa staat, dan heb je dus van die mensen die weigeren om met kleingeld te betalen. Dus die, die betalen met briefjes van 100 of 200 om hun pakje fristie af te rekenen en een frikandelbroodje in de lunchpauze. Dan moet dat door zo'n apparaat heen. Kluk, 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 om te kijken of zo'n of zo biljet echt is, weet je wel. Die pakt hem dan de eerste 15 keer niet. Dus dat briefje dat blijft maar kluk, 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 door die gleuf gaan. En dan uh, moet er een, een lading, een, een complete kassa laden aan wisselgeld terug naar die persoon, omdat hij gewoon weigert om met zijn briefje van vijf uh, af te rekenen, omdat hij zijn geld moet breken. Maar goed, dat is niet ons probleem, want hè, wij hebben zelf gescand. Dus wij mogen naar de zelfscan kassa's. En dan de eerste vraag is of alles gelukt is. Nou, mevrouw alles of meneer. Alles is gelukt hoor. Ik heb uh, alles gescand. En uh, geen problemen. En dan uh, pakken ze dat ding. En ik weet niet of jullie dit ook hebben. Maar uh, nou ja, zeker 7 van de 10 keer heb ik uh, de welbekende steekproef. En dat is het mooie aan die zelfscanmethode. methode. Hè? Je hebt namelijk al uh, je mandje, heb je al helemaal ingedeeld weet je wel. Alle zware dingen onderop, alle lichte dingen bovenop, zodat... Niks kreukelt, niks verbreizeld raakt. Geen zak chips die zeg maar, alleen nog maar een zak kruimels is als je thuiskomt. En dan heb je die steekproef. Dan heb je zo'n meisje of jongen die, die dan uh, tien producten moet scannen. En uh, in plaats van dat ze de tien bovenste pakken, want uh, zij denken: ja, een echte dief die stopt natuurlijk zijn niet gescande producten onderop. Dus dan gaan ze ook producten pakken van onderop, maar die leggen ze dan weer bovenop. Bovenop je uh, broodjes die niet uh, mogen indeuken. Je croissantjes die uit elkaar spatten in kruimels. omdat er een uh, pak uh, ijs die bovenop geknald wordt. Maar ja, het is niet anders. De dus steekproef, het moet af en toe. En dan uh, de volgende vraag. of je er een tas bij wil. En ik ben vaak uh, heel eigenwijs. en denk ik, ja, ik hoef geen tas. Ik, ik til het allemaal wel. En uh, dat is een frustratie, een irritatie voor over een uh, minuutje. Want deze krijg je nog de vraag of je koopzegels wil, uh, pannenzegels, messenzegels, glazenzegels, wijnglazen je wil sparen, uh, voetbalplaatjes, dierenplaatjes uh, en, en, en uh, airmails en zo wil hebben. Niet altijd in die volgorde trouwens. Nou, het ene wil je wel, het andere wil je niet. Uh, soms spaar ik voor dingen, soms spaar ik niet. En dan ga je dus met die boodschappen in je armen, wat lijkt op een soort van Jenga-toren: dat als er één dingetje tussenuit gaat, dat heel je lading boodschappen op de grond mietert, omdat je te beroerd bent om een tasje te kopen. Loop je weg en daar staan ze. Je kent ze wel. Die kindjes. Vlak nadat je hebt afgerekend met de vraag of jij je duur verdiende voetbalplaatjes aan hun wil geven. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik mocht nooit schooien van mijn moeder. Maar tegenwoordig zie je overal de voetbalplaatjes kinderen. Maar ja, ik wil eerst gewoon thuis kijken of ik er zelf dubbele in heb zitten, voordat ik ze überhaupt weg ga geven. Dus nee, je krijgt ze niet. Ga weg! Je strompelt naar buiten. Weer terug door die regen naar de auto. Je mietert al je boodschappen achterin. Je stapt in je auto. En dan ben je weer ha, terug. Hè? In je eigen safe place in de auto. En dan draai je je radio aan of hè? je zet je Spotify aan. Met bijvoorbeeld deze podcast. En dan rij je lekker naar huis. Nou is dit super overdreven, mensen. Want uh, 9 van de 10 keer vind ik het super leuk om boodschappen te doen, trouwens. Ik heb ook een tijdje boodschappen laten bezorgen. Maar ik weet niet, ik hou er toch al van om in de supermarkt rond te lopen. En uh, er even uit te zijn. Dus ik heb het eigenlijk ook nooit zo erg hoor. Maar ik heb natuurlijk nu alle frustraties van uh, mensen heb ik, uh, verzameld. En al deze dingen die je net hoorde, dat uh, werd allemaal ingestuurd. Dat zijn allemaal irritaties die jullie tegenkomen. Tijdens het boodschappen doen. Dus uh, mocht je nou zo'n irritatie hebben gehoord waarvan je denkt, ja, dat heb ik ook, of daar stort ik me ook aan, dan weet je bij deze dat je niet alleen bent, dat er uh, mensen zijn zoals jij en uh, die zich daar ook aan irriteren. En dat de volgende keer als je misschien iemand ziet lopen in de supermarkt. Uh, dat je kan bedenken, ja, ja, jij hebt dat ook, diezelfde irritaties als ik. Mensen, ik vond het leuk om uh, zo'n podcastje te maken. Was dit. Gewoon even lekker kletsen. Ik uh, hoop dat jullie het ook leuk vonden. En uh, laat het ook vooral even weten, gewoon uh, via mijn Twitter of via mijn Instagram. Um, en mocht het in de smaak vallen, wie weet, ga ik het uh, gewoon vaker doen? Ik bedoel, er zijn genoeg andere locaties waar mensen irritaties hebben. Op werk, in de trein, in de bioscoop. Noem het maar op. En het lijkt me ook wel leuk om het gewoon met anderen te doen. Bijvoorbeeld met, uh, met Ivar of met Carré of zo. Dat we gewoon samen eens gaan zitten en uh, gewoon irritaties gaan doornemen. Irritaties over. Veganisten en vegetariërs, bijvoorbeeld, met Carré. En met Ivar, die altijd met het OV reist overal naartoe, kun ik wel uh, een, een irritatie in het openbaar vervoer doen. Laat me weten of jullie het ook leuk, uh, leuk vinden om uh, vaker een podcastje te horen. Of dat we het gewoon bij één keer moeten laten. Um, het was een leuk projectje en uh, ik dacht, ik probeer het gewoon eens even. Dus uh, bij deze. Mensen, bedankt voor het luisteren. En uh, wie weet, tot de volgende keer.